Wat je moet durven is maatwerk te leveren. Want wat je van ambtenaren vaak terugkrijgt, in het begin zeker bij mij ook, is mijn burgemeester, dat kan niet. Want dat is een precedent. Dat geeft een precedent. Ik heb er op een gegeven moment gezegd, ik wil dat woord niet meer horen in mijn kamer. Want dan kan er niks meer. Ja. Als je maatwerk levert, dan ga je soms door die precedentwerking heen. Want dan moet je iets doen wat particulier voor dat geval rechtvaardig is of te verdedigen is, maar voor een ander geval niet. Maar dat vinden ambtenaren dus doodeng. Want dat is het ambtenarenapparaat en je burgers in, hè? Ja. Als burgemeester. Ja. En heb je die positie? Nou, dat heeft meer met gezag te maken op een gegeven moment. Als je dat verwerft, dan met macht. Want met macht bereik je het niet. Maar dat zijn lastige dilemma's vaak. Dat je denkt, ja, ik wil hier toch een verschil kunnen maken, want ik vind het verhaal te interessant. En dat ambtenaren je waarschuwen en zeggen, nou, maar je moet. Nou, soms luister je ook wel. Dat je denkt, nou, dan doe ik het niet. Want dan is het toch te ingewikkeld. Sommige keren komt ook voor. Ja. Ik vind zelf het allerleukste. Want je wordt bijgestaan door ambtenaren die vaak echt heel goed op de hoogte zijn. Goed deskundig zijn. Goede adviezen geven. En dan geef je aan waarom je vindt van, nou ja, toch, als ik dit zo bekijk. En ik ga toch deze keuze maken. Het leukste is als ambtenaren zeggen, ja. Ja, ik snap het. Het is ook gewoon leuk, want je doet het niet helemaal alleen. Nee, je doet het in dialoog met de gemeenteraad in de eerste plaats. Soms met je college, soms met de ambtenaren. In ieder geval ook met de burgers. Dat maakt het ook zo boeiend.